Tijdens dit filmpje gaan we een eerste ontwerpje maken dat we gaan uitprinten op de 3D-printer. We maken een eenvoudige sleutelhanger, maar voordat we gaan tekenen kijken we of we een aantal basisinstellingen goed staan. Zo gaan we bij venster en modeleigenschappen de eenheden in millimeters instellen. Eenheden in millimeters. Vervolgens gaan we naar weergave en werkbalken, naar de grote gereedschappen set. De werkbalk aan de slag doen we weg en we selecteren de werkbalk aanzichten. De werkbalk aanzichten zet ik hierboven neer en de grote gereedschappen set aan de zijkant. In principe kunnen we nu gaan tekenen. Hier in het snijpunt van de assen gaan we het sleutelhangertje tekenen en we tekenen op ware grootte. Nu ga ik inzoomen. En we halen hier het figuurtje weg. Die klik ik aan en ik druk via het toetsenbord op Delete. Nu gaan we een rechthoek tekenen. En als je zo meteen gaat tekenen, komen hier de maten te staan. Dus ik ga de rechthoek tekenen. Ik begin hier in het snijpunt. En je ziet hier de maten in millimeters. Nu typen we de maat in 60,15 mm. En als ik verder inzoom, dan zien we dus een rechthoek waarvan we hier de maten kunnen nameten. De lengte is 60 mm en de breedte is 15. Met duwen en trekken geven we het rechthoek een dikte van 3 mm. Nu hebben we de basis van de sleutelhanger getekend. Nu ga ik naar het bovenaanzicht en nu zie je dat hij in parallele projectie staat. Dit loopt een beetje scheef. Met camera gaan we ook nog de parallele projectie opzetten, zodat dit mooi helemaal recht loopt. We tekenen een hulplijn vanaf het middelpunt van deze lijn en die doen we 5 mm naar rechts. Dan gaan we een cirkel tekenen vanaf het eind van die hulplijn met een straal van 2 mm. Op deze manier kunnen we het gaatje maken wat we in de sleutelhanger willen gaan maken. Met het selecteren en delete halen we de hulplijn weg. Met duwen en trekken halen we de zijkant van het dingetje weg en ik ga inzoomen en zo wil ik dat hele ding weg hebben. Ik heb hem niet helemaal handig gepakt, merk ik. Ik doe het even overnieuw. Ik pak hem hier op de hoek en ik pak hem hier op vlak tot dat blauwe, zie dat blauwe puntje, tot dat blauwe puntje erbij is en als ik dan klik is die helemaal verdwenen. Nu ga ik weer naar het bovenaanzicht. En nu gaan we je naam erop plaatsen. De naam plaatsen doen we hier met 3D-tekst. En we gaan hier je naam ga je hier intypen bij je tekst. Ik zet hier nu naam leerling. Maar dat is, het wordt natuurlijk je eigen naam. En hier moeten we een geschikt lettertype uitkiezen en dat wordt Aharoni. Aharoni is een mooie dikke letter die Aharoni. De hoogte van de letter kijken we eerst eens op 10 mm en de dikte wordt 1 mm. Nu ga ik die naam plaatsen en nu zie ik dat die 10 mm wordt redelijk hoog nog. Dus ik ga hem iets aanpassen. Naam leerling. Maak hem, hij is altijd vet. Dan maken we de hoogte 8 mm plaatsen. En nu plaatsen we die hier zo op het vlak. Nu hier met de isometrische projectie kun je nog met duwen en trekken
de lengte van het sleutelhangertje bepalen. We maken hem nu iets groter en als je een kortere naam hebt, maak je hem iets kleiner. Dit doen we op het oog, bovenaanzicht. En zo hebben we de naam erop staan. Nu gaan we nog een aantal hulplijnen tekenen om hier 15 mm naar rechts. Die hulplijn die tekenen we om op een juiste manier de ronde kanten eraan te tekenen. Op deze manier. Je ziet nu tot hier het rondje weer dicht komt te zitten, maar dat herstellen we zo meteen direct. Nu gaan we hier, nog een hulplijn hier, 4 mm uit de kant. Hier klikken. 4 mm uit de kant. En ook hier komt een hulplijn. En op deze manier kunnen we nu met cirkels de ronding eraan maken. Met het schummetje haal ik nu alle aantal hulplijnen weg. Alle hulplijnen die we niet nodig hebben, die gummen we nu al weg. En dan zo direct maken we de ronde kanten eraan. Met het pijltje selecteer ik deze en die haal ik nog een keer weg. Zo is die ronding weer terug. En nu met duwen en trekken halen we zo de ronding weg. En die moet dan weer op het vlak komen. En soms blijft die zo staan. Dan halen we dat weg met behulp van het gummetje. Op deze manier hebben we de sleutelhanger getekend. Zelf moet je hier nog eventjes op dezelfde manier ronde kanten eraan maken. Ook weer met die hulplijnen. En voordat je hem kunt opslaan, moeten we nog het volgende doen. Alles selecteren. Een groep maken en het snijden van de vlakken met model. Op deze manier kunnen we de sleutelhanger met de 3D-printer gaan uitprinten. En daarvoor is het natuurlijk nodig dat je bestand opslaan als. Sla hem op in mijn documenten tot je hem goed hebt opgeslagen. Dan kunnen we hem strakjes gaan exporteren en importeren bij de laptop van de 3D-printer. Succes ermee!